In dit wat langere filmpje bouwen we de Black Dog strategie. We hebben hier de DAX voor ons op een tiental minuten. We tekenen eerst een 2 moving averages. Ik klik hiervoor in de designerbar op het plusteken. En bovenaan in deze witte balk tik ik MOV. En ik zie een aantal moving averages verschijnen. Ik kies de moving average exponential. Ik klik aan Toon in Masterchart en ik voeg die tweemaal toe als indicator, als centimeter. Zo. En hier verschijnen die. Nu de eerste plaats ik op 50 periodes en als koers neem ik de hoogste koers. De tweede plaats ik ook op 50 periodes en de koers neem ik de laagste koers. Zo. En we zien dus dat twee moving averages verschijnen. Nu willen wij daar een aantal filters op bouwen. En een eerste filter is de MACD trendmeter. Ik voeg die ook toe, maar niet als indicator, die dus visueel op de grafiek geplaatst wordt, maar als filter, die dus de grafiek zal kleuren. Hiervoor klik ik wederom op plus toevoegen. Zo. En klik ik hier, zoek ik MACD. Ik zie hier een aantal verschijnen. En ik zoek de MACD in de Express map. Zo even opnieuw. De MACD in de Express map. En we zien hier de MACD trendmeter Black Dog, die op maat gemaakt is. Ik selecteer deze. Heeft u die niet, dan moet u die eerst even aanvragen en installeren. En ik klik op filter. Zo. Sluiten en hier komt dan de MACD Blackbox. Ik plaats die op 36, dacht ik. 72. En 12. Dus deze parameters hier en hier en hier en hier in de grafiek kan u steeds aanpassen door erop te klikken. Of kan u ook steeds aanpassen hier in de designerbar zelf. Dus daar doen we de aanpassingen. En we zien hier inderdaad als die MACD onder de 0 gaat, dus het is zo geprogrammeerd, dan kleurt hier de grafiek rood. Is die boven 0, dan kleurt de grafiek groen. Dus als er een opwaartse uitbraak is, zoals hier, en de grafiek kleurt groen, dan praten we van een trade. Nu we filteren nog op andere manieren. En dit is wat complexer. De Black Dog die filtert immers ook op een groter timeframe. Hier hebben we een timeframe van 10 minuten. De Black Dog wil met dezezelfde constructie, deze twee lijnen, eveneens filteren op een uur. Dus feitelijk moeten we dergelijke grafiek opnieuw maken en dan deze grafiek inladen. Het klinkt complex, het is eenvoudiger. Laat ik het even voortonen. Ik start van een nieuwe grafiek. Ik sla deze grafiek eerst even op. Dus ik klik op opslaan studie als en ik noem dat DAX Black Dog. En ik klik op OK en die wordt nu zo weggeschreven. Ik open een nieuwe grafiek. Ik tik Germany in om de DAX CFD te vinden. Zo, daar is hij. Ik kies hier een 10 minuten grafiek die ik later aanpas naar 60 minuten. En ik klik op OK. Hier bovenaan pas ik die aan naar 60 minuten. Zo. En nu selecteer ik wederom mijn moving average. Ik klik op toevoegen. Mijn moving average. Exponential. Zo. Ik neem deze als centimeter, maar ook in de hoofdgrafiek. Toon in masterchart en ik neem die als centimeter. Zo.
Ik voeg ook even de metacentimeter toe. Zo. En we sluiten. We openen even de grafiek, of liever de dialoog. En die moving average die hier staat, die moet gebaseerd zijn op 50 periodes. En de high. Zo. Dus ik heb een grafiek gemaakt. En iedere maal de koers boven de lijn is, is dat een long sentiment. Onder de lijn is dat een short sentiment. Dus ik sla die grafiek ook apart op. Ik klik op opslaan als. En ik noem die DAX Black Dog DAX 60 minuten. Black Dog filter op basis van de high 50. Zo. We filteren echter ook op basis van een onderste lijn. Dus indien onder een onderste lijn moet het een short periode aankondigen. Dus ik herhaal deze oefening hier. Ik klik wederom op openen. Germany. Ik neem de DAX op 10 minuten om mee te starten. Ik klik op OK. Ik plaats de DAX ook hier wederom op 60 minuten. In de designer dialog die we openen, plaatsen we de metacentimeter. En plaatsen ook wederom die moving average. Exponential, zo, moving average exponential. In de master chart. En als sentimenter, we klikken op sluiten. En we definiëren hier, kijk, 50 periodes. Maar gebaseerd op de low ditmaal. Dus indien eronder short, indien erboven long. En ik sla het op. Bewaar studie als. En dat wordt DAX 60 Black Dog filter low 50. Ik heb dus twee aparte grafieken gemaakt, gebaseerd op die moving average 50, eenmaal op de high, eenmaal op de low. Ik keer terug naar mijn hoofdgrafiek die hier staat. Wat ik nu ga doen is die twee zo net aangemaakte studies toevoegen als een filter. Ik klik hiervoor op toevoegen. Ik klik op indicators, zo, en dan bij indicators kies ik studie, zo. Ik neem die als filter. Dan opent zich een venster. En daar kan ik mijn DAX-grafiek zoeken en die toevoegen als een filter. Dus we gaan even zoeken. Indexen. Europa. Germany 30. En dan zoeken we hier de filter high bijvoorbeeld. Dus hier staat die. Black Dog filter high. Ik klik op OK. En dan wordt die ingeladen. Ik moet de low filter nog inladen. Ik klik weer op studie. Filter. En wederom gaan we zoeken op Germany. En nemen hier de filter low 50 die we daarnet gemaakt hebben. En ik klik op OK. En we klikken op sluit. En we kijken even naar het resultaat.
We zien hier verder de filter high en de filter low. En indien de koers tussen de filter op de 60 minuten grafiek inzet, dus op 60 minuten grafiek zou deze koers tussen de twee lijnen zijn, groen tegen rood, dan wordt dat een neutrale zone. Hier om 16 uur, na 16 uur zien we dat de filter low is groen, hij wordt rood. Dat wil zeggen, de koers was boven de filter low en gaat nu onder de filter low, onder de moving average. In ieder geval, dus moeten beide op groen staan en ook de MACD op groen vooraleer een trade aanvaard kan worden. Dus dit opzet, deze grafiek, neemt enerzijds deze band die we erop getekend hebben aan de hand van twee moving averages. We hebben nadien de MACD trendmeter erbij genomen. En dan daarnaast laden we twee grafieken in die we apart aangemaakt hebben, omdat die op een groter timeframe werken. Dus hier feitelijk laden we een timeframe, een grafiek, een studie gemaakt op een timeframe met een indicator op 60 minuten. Dit is dus één grafiek waarin we twee andere inladen. En we slaan die dus op. Dus op die manier kunnen we verder bijkomende studies en grafieken inladen en de sentimentswaarden ook hier inladen en het geheel visueel bekijken.